echte materialen. Hermaterialen. Oh, renovatieproject. Renovatie heb je meer beperkingen in, en dus vraagt dat iets meer creativiteit. Ik ben niet snel super enthousiast over zaken, maar toen ik hier de eerste keer binnenwandelde, moest ik er wel een beetje doorkijken. Ja, ja, moest ik dat wel echt hebben? Design. Ja, ik ook wel. Wat mijn job zo boeiend maakt, is dat je liefde voor architectuur, voor interieur, voor esthetiek kunt combineren met een job. Dat je ook in aanraking komt met mensen die ook diezelfde interesse hebben. Het is gewoon heel vaak iemand die een mooi, bijzonder huis verkoopt, ook een boeiend verhaal brengt. Hout. Ja, bij mij ook. Hout is een dankbaar materiaal in een interieur. Toen heb ik dit gekocht, qua vorm en architecturale elementen, was dat een goede basis om op verder te gaan. Mm-hmm. Hè? De erfgenamen dus van Bob, die hechten wel een bepaalde waarde aan het behoud van de geest van de woning. Ja, dus de architect, hè, Bob Janvier, die heeft dat in de jaren begin 70 zelf getekend en dan uiteindelijk ook zelf gebouwd. En toen ik dat kocht, was hier in die kamer die dan nu terracotta kleur is, maar mm-hmm. toen nog helemaal zwart was, waren er eigenlijk heel veel dossiers en vooral sinds dossierkasten. Dus die man heeft heel veel getekend, maar... Dus deze heeft hem echt voor zichzelf gebouwd? Ja, zelf gebouwd en uiteindelijk... Heel zijn leven hier gewoond. Ja, heel zijn leven hier gewoond.